Je kan over van alles klagen en zagen in de wereld. Dat is elke dag het geval, maar soms moet je dat ook gewoon eens niet doen. Dus ook vandaag, het weer gaat niet meezitten. Misschien hoef je daar niet over te klagen. Er zijn misschien nog wat dingen die je tegensteken, maar het kan altijd een pak erger. Gisteren hebben heel wat mensen naar VTM gekeken. Een nieuw programma met Koen Wouters over winnaars. En die mensen, bijna allemaal, hebben ze het niet droog kunnen houden. En nee, ik heb het ook gezien. En het was bij mij ook... het programma heet Over Winnaars. Koen Wouters die helpt om de dromen te realiseren van mensen met een beperking. Dingen die door die beperking gewoon echt niet evident zijn om te doen, levert heel mooie tv op. Gisteren met Hannelore, een vrouw van 27 die door een ongeval haar twee benen heeft verloren en op protheses verder moest en die één grote droom had en dat was de ruïnes van Machu Picchu zien. Prachtig om te doen, maar een helse tocht naar daar... Ja, klein detail, dat staat op een gigantisch hoge berg. Ja, dat is echt een opgave voor mensen met benen, laat staan voor mensen zonder benen. Zo is het helemaal. She did it, hè? Ze heeft het gedaan, ongelooflijk. En ze kan er nog geweldig veel over vertellen. Ook Hannelore, goedemorgen. Goedemorgen, Sam. Ik kan me inbeelden dat jij je vandaag fantastisch voelt, want als ik me niet vergis, heb je wel een paar reacties gekregen gisteren na de uitzending. Ja, ik denk dat ik een nieuwe telefoon ga moeten kopen, want die is een beetje ontploft. Ongelooflijk. Ik ga er nog eentje bij doen. Nadja heeft net een bericht gestuurd, een van onze luisteraars. Ze zegt, Hannelore, wauw. Ik was sprakeloos gisteravond. Ik heb zoveel respect voor jou. Echt dikke chapeau. Ja, zo zal je er wel een heel aantal gekregen hebben, neem ik aan. Ja, zeker. Wist je op het moment dat je bezig was met die tocht bovenop die Machu Picchu, had je toen door wat voor een voorbeeld en inspiratie je zou worden voor heel veel mensen? Oh, op het moment zelf nog niet, omdat je je zo aan het focussen bent en zo moe bent en pijn hebt en aan het afzien bent. Dus op het moment zelf had ik het nog niet echt door, maar de weken dat ik dan thuis was, begon het al wel te dagen van wat heb ik daar eigenlijk gedaan. En zeker toen ik hoorde dat ik de eerste op de wereld ben die dat doet met twee beenprothesen en die tocht. Was dat er wel nog begon dat wel te dagen dat het wel iets zot is dat ik gedaan heb. Ja, iets zot en iets ongelooflijk lovenswaardig. Want het was uiteraard, dat hebben we gezien tijdens die beelden, heel vermoeiend. Moet ook heel veel pijn hebben gedaan met die protheses. Heel pijnlijk, ja. Ja, en je bent ook af en toe wel een beetje kwaad geweest op Koen, hè? Ja, ik had op een bepaald moment, ik had gehoopt dat het niet duidelijk ging zijn op televisie, maar op een bepaald moment had ik zoiets van, waar heb jij me toch naartoe meegenomen? Ik had wel pijn, wat doe jij mij aan? Maar dat zijn zo van die korte momentjes die er geweest zijn. Maar we hebben ook heel veel gelachen. En dat hebben we ook wel kleine stukjes van kunnen zien, dat we eigenlijk ook wel hebben staan. We hebben zelf gezongen op die berg. We hebben gelachen, we hebben mopjes verteld. We hebben evenveel gehuild als dat we gelachen hebben. We zijn nu 2 maanden later, Hannelore. Ben je nu volledig gerecupereerd wel van die heldentocht? Ik was na een aantal weken was ik terug beter. Ik heb eigenlijk echt al 2 weken plat gelegen. Ik kon echt 2 weken niets meer. Maar daarna heb ik dan nu wel deze zomer plotseling heel veel pijn beginnen krijgen, klachten beginnen krijgen. Dus ik ben nu al de voorbije weken constant naar het ziekenhuis aan het lopen voor scans en zo. Het is nu even wel zoeken naar wat de oorzaak is van al mijn pijn nu. En ik vond het wel heel straf dat je hebt die berg ook gewoon beklommen met prothese, waar je niet elke dag mee loopt, hè? Nee, met die prothese die ik zelf heb, die ik zelf gekocht heb, waar het ook het ziekenfonds voor een stuk intussen komt, met die zou dat nooit gelukt zijn. Dan had Koen mij gewoon de hele weg moeten dragen, denk ik. Ja. Had ook een voordeel kunnen zijn. Ja. Koen mag mij ook een keer afwijlen. Ja, maar Koen, zijn rug kan dat niet aan. Nee, dat is waar, daar heeft hij ook last van. En het is gewoon een... Zeg maar, is het nu iets, als je daarop terugkijkt, want je hebt uiteraard die medische problemen waar dat je nu ook mee sukkelt, maar kan je psychologisch zeggen dat het van jou een soort van ander mens heeft gemaakt, of is dat te veel? Er zijn heel vaak momenten waarop dat ik denk van dat gaat nu niet en ik kan zo weinig. En dan denk ik terug aan die bergen dat ik opgeraakt ben en dan denk ik van eigenlijk kan ik wel heel veel. Oké, vandaag een keer een dag minder, het doet allemaal wat pijn. En dan doe ik een dag wat minder en dan de volgende dag hopelijk is de pijn wat draaglijker en kan ik dan terug meer doen. Het is iets waar we allemaal aan kunnen denken. Als we zo eens een mindere dag hebben, moeten we gewoon altijd denken van als die Hannelore zonder haar benen die om Machu Picchu opgeraakt, dan moeten wij niet te veel zagen. Nee, ik denk dat iets is dat we met z'n allen kunnen onthouden. Hannelore, dank je wel. En dikke proficiat. Echt waar. En hopelijk horen we je binnenkort nog eens een keertje. Tot dan. Ja, oké. Bedankt. You. Mega. Q.
echt mega optimistisch ook, Diana Loren. Dit heeft ze ook nog gezegd in het programma. Je hebt geen benen nodig om te genieten van het uitzicht, hè? Helemaal waar.